stadion van de Eredivisie Pool. Veendam ontvangt Ajax. 12.000 toeschouwers zijn daarop afgekomen. Spelbos. Van Basten ineens. Goed. Spelbos moet scoren. Ja. Zo stond het in de boeken althans, maar Spelbos schiet over. 7e minuut. Er wordt weinig ruimte gegeven aan Veendam om rustig aan aanvallen toe te komen. Vandaar die terugweg en de hoop dat het via de uittrap lukt. Huizing komt over het algemeen hoog. Huistra. Voor het goede werk, Huistra. Steenge. Nee. Redding Menzo. Hoogschop. Eerste goede aanvallende werk van Veendam, ingeleid door Huistra. Na aangeven van Huizing. Het was Neig die de kans had, maar Menzo was er goed uit. Van het schip. Bosman. Duven buitenom uiteraard. Maar Rijkaard laat het onbenut. Van Schip. Bosman vroeg hem. En Dick kop. Dat werd niet zozeer verwacht. Bosman. Van Schip. Nee, tegen de paal. De wedstrijd is toe aan wat omwinding. Het is een wat stille zaak op dit moment. Huistra kan ervoor zorgen. Nou, hij doet het goed. Hij komt heel erg hoog in vergelijking met Blind. De huurling van Groningen over wie in december een beslissing moet worden genomen. 2 keer 75.000, dan kan hij naar Veendam of eventueel terugkomen. In 40 minuten zijn er niet zo gek veel doelrijpe kansen geweest nog in deze wedstrijd. De wedstrijd wordt wat flauw ook. Ah, omdat Ajax er niet in slaagt om leuke dingen te doen. Maar besluiteloosheid tentoonspreidt. En een laag tempo hanteert. En aan de andere kant, omdat Veendam wel tegenhoudt. Maar toch ook slechts spaarzaam gevaarlijk uitkomt. Nu is er zo'n mogelijkheid. Men zoekt naar een counter, wel die moet er dan hier uitkomen. Veldmaten. Maar dat deugt dan toch ook weer niet. En zo heb je een padstelling waarbij de keepers veelal toekijken. En de strafschopgebieden over het algemeen leeg zijn. Blind. Van het Schip. Hij heeft nog het meeste succes gehad, maar dat was in de beginfase van de wedstrijd. Toen speelde die Mulder nog wel eens uit. Van het Schip dan. Rijkaard. Boeven. Ergens moet er nu natuurlijk iemand gevaarlijk doorkomen. Van het Schip. Niemand buiten. Niemand die ook naar buiten loopt. Om daar de aandacht te trekken. Van het Schip zelf. Goeie winst. Ja, Rijkaard scoort dan. De actie is dan toch van Schip. Die de opening maakt. En Rijkaard maakt het af. Daardoor is het in de 41e minuut toch 1-0 voor Ajax. Huizing scoort. Van Basten. Wiebing kijkt, daar komt het tweede doel. Dat zou je zeggen als je 4 Ajaxiden voorin ziet en slechts 2 verdedigers achterin. Dik dus. Nou, een beetje omslachtig voorlangs. Ingooi van Boeven. Het is de tweede minuut van de tweede helft. En in de tweede helft gaat Winter mee voor Van Schip. Boeven, overgehaald door Bosman. Veldmaten, Plumstra. Misverstand tussen Veldmaten en Steen. Rijkaard. Ja.
Binnendoor natuurlijk Nijg. Nijg moet komen. En Spelbos houdt het tegen. Steeds hetzelfde verhaal bij Ajax. Rijkaard achterin. En dan Siloy op avontuur vooruit. Of andersom. Bosman, Van Basten. Valt wat makkelijk. En verspeelt daardoor de bal. Verschoor. Goed werk nu van Siloy. Want Rijkaard zit voor. Geen onaardige poging. Want Hoekstra was ruim uit zijn doel gekomen. Mulder, net geblesseerd geraakt, nu opgeknapt. Nou, dit zijn er wat mogelijkheden. Dan moet je snelheid maken in de diepte. Stegen. Kom staan. Nou, geluk. En een hoekschop. Hij is een tijd niet in het verhaal voorgekomen, deze Pieter Huistra. Het is nu de 9e minuut van de tweede helft en hij mag de hoekschop nemen. Mulder. Huizing. Bal vrij. Klomstra. En dan valt een goede reactie van Menzo. Goede reactie van Menzo op het kopballetje van Veldmaten. Cruijff moet toch ook met zorg nu zien hoe het nu allemaal draait. Rijkaard wordt ongelukkig aangespeeld. Maar heeft het voordeel dat er verder niemand van Veendam in de buurt was. Van Basten. Nou, bijna goed. Omdat Verschoor zich ermee bemoeide. Marco van Basten wordt naar de kant gehaald en Schoten komt erin. Dat is toch een vrij opvallende wissel. Dus kijken hoe Van Basten kijkt naar Cruijff, of dat hij helemaal niet kijkt. Dat kan natuurlijk ook. De aanvoerdersband moet dan nog weg. Uit van Hoekstra. Het laatste kwartier is begonnen. Bij Veendam. Lijkt er een verandering in de speelwijze op komst. Omdat Nijg wat meer naar voren is gestuurd vanuit het middenveld weg. Nou, hier is hij dan gelijk. Wat meer risico. En het lijkt komt tot een aardige situatie. En dat werd hoog tijd ook. Steen gekrabbeld op. Laatste minuut van de wedstrijd. Uittrap Hoekstra. Huizing geeft cadeau. Bosman, Winter is voor. Die moet het dan afmaken. Maar nee hoor, het gebeurt allemaal niet.